zaterdag in het Concertgebouw in Amsterdam. De Vuurvogel van Igor Stravinsky, maar dan als Symphonic Cinema. Met op een immens projectiescherm speciaal gemaakte poëtische filmscènes die Lucas van Boek live gaat mixen met de muziek. Klassiek meesterwerk Meets 2015, zou je kunnen zeggen. De Vuurvogel was begin vorige eeuw niets minder dan het begin van de nieuwe tijd. Muziek, dans, decors, theater, wetten werden gebroken, slagwerk was dominant, blazers en strijkers hadden nog nooit zo swingend geklonken. Om ons heen het Nederlands Philharmonisch Orkest, Lucas van Woerkom uiteraard en Gijs Scholten van Aschad die een hoofdrol speelt in de scènes die jij weer hebt gemaakt. Die we straks, althans